Dag, ik ben Thomas Agda. Ik ben de regisseur van Oh Baby, draait nu in de bioscoop. En dit zijn mijn 25 favoriete indigo. Of wat ze tegenwoordig bij de creusetpannen Marseille Blauw noemen. Als ik 's ochtends in mijn eentje voor het raam een espressootje sta te drinken. De rest van de familie wordt wat later wakker. Once Upon a Time in America, al is het alleen maar voor de muziek. Van Billy Paul, maar het is eigenlijk van Elton John. Het is Your Song. Duende op de Lindengracht. Iedereen in Spaans restaurant. Beneden in de bioscoop. Nou, ik vind kerstochtend altijd wel klassiek leuk. Uiteraard Gijs Naber, Erik van Souwers en Hanna van Vliet. Maakt niet uit als het maar iets is. Ik heb berenhonger. Als ik wakker word, heb ik honger. Dus ik zou niet tussen mij en de koelkast in gaan staan. Mijn zoon. Ik moet natuurlijk zeggen dat ik dat niet kan kiezen, maar het is vrij makkelijk. Die krijg ik terug. Chantal Jansen. Hoerenkak. Hoerenkak. Ik hoop dat dat de nieuwe beschuitlul wordt. Als ik echt zou moeten kiezen, zou ik gewoon willen dat Obama de wereld leidt. Dat was voor iedereen beter. Nou, om te zien, voorlopig Tarantino, witte boterham met aardbeien. Ik hou van alle seizoenen. Ik wil ook dat het wisselt. Ik zit regelmatig in Los Angeles als ik niks te doen heb of moet schrijven. Maar elke dag zon is ook vervelend. Wij zijn Hollanders. WhatsApp. Kan niet anders. Daar is de telefoon voor bedoeld. Ik denk de glimlach. Alles zolang het maar met de familie aan tafel is en begint na zondag 15:30. Stroopwafel. Bor, Erik. Van Souwers. Maar ook omdat Erik het perfect speelde. De jongens van het geluid hebben tegenwoordig die banaantjes liggen. Waar geen banaan aan te pas komt. Dat is wel prettig. Freek de Jong. Wat gij niet wil. Wat gij niet wil dat u geschiet. Dit is dan wel aardig. Nou heb je zwart-wit, alleen kijk ik een beetje raar. Maar let vooral op de kleurschakering achter. Die irriteert niet en is toch interessant.